Jeremia leert ons vandaag een belangrijke les. Hij zegt vandaag tegen ons: ik weet dat de mens geen macht heeft om zijn eigen leven te bepalen en zijn eigen koers uit te zetten. Jeremia 10, vers 23. Telkens weer lezen we in de Bijbel dat God alles onder controle heeft. Als David voor Goliath staat, zegt hij: de Heer is niet afhankelijk van wapens om zijn plannen uit te voeren. Onze God heeft de strijd volledig onder controle. 1 Samuel 17, vers 47. Ja. Wij mensen reageren op onze omstandigheden. Er gebeurt iets en wij reageren. Maar God is anders. Hij reageert niet op omstandigheden. Hij regeert over omstandigheden. Onze God loopt nooit achter de feiten aan. Bij de Almachtige God loopt nooit iets uit de hand. Het geheim van jouw leven met God is dat je de controle van je leven aan Hem overgeeft. Dat je Hem toestaat je leven te regisseren. Want alles wat je aan Hem overgeeft, kan Hij leiden. De gebieden van je leven die je niet aan Hem toevertrouwt, kan Hij moeilijk besturen zoals Hij dat wil en volgens zijn plan. Als jij God vraagt om de regisseur van je leven te zijn, maar je durft Hem op een aantal terreinen van je leven de regie niet in handen te geven, dan zul je de vrede en rust die God belooft misschien niet ten volle ervaren. Dan wordt het moeilijk om je in Gods bestemming voor je leven te gaan bewegen. Jeremia leert ons dat we niet de macht hebben om ons leven te bepalen. We hebben allemaal te maken met onverwachte tegenslagen als ontslag, ziekte, sterfte en andere gebeurtenissen die je leven plotseling een drastische wending geven. En ook de samenloop van de dingen kunnen we niet veranderen. We hebben ze eenvoudigweg niet in de hand. Daarom is het goed om elke dag God te danken dat Hij jouw leven overziet en dat Hij jouw leven leidt volgens zijn plan. Volgens mij is christen zijn de meest relaxte manier van leven.